Hele, kijk uit, je hebt zo'n stekelplank aan je. Ja. Dus goed zoeken, hè? Wat zit er hier? We gaan naar die kant toe lopen natuurlijk. Ja. Kom nou! Ja. Ja, je moet. Nee. Als die huisjes überhaupt nog staan. Heb je? Oh! Dat is wel slim bedacht. Ze net aan de andere kant. Ja, bij het pad. Oh, leuk! Mooi! Nee, maar rustig aan doen, dan komt het goed. Wat zit erin? Hoeveel is een dozijn? Hoeveel kabouters gaan er in een dozijn? Kijk goed naar het aantal lege vakjes die je op dit papier ziet staan. Moet je rekenen. Dus hoeveel is een dozijn? 12 staat hierop. Nou, dan is het goed. Zijn er 12 vakjes? Ja. Nou, dan is een dozijn 12. Ja. Dit hebben we nog nooit gevonden, hè? Nee, nou ja, dan weten wij dat ook weer voor de volgende keer, hè? Ja, als Tim meegaat, weet ik alles. Oh ja. En als Sylvan een keer meegaat. Ben jij hier ook een keer geweest, Sylvan? Nee, ik ook niet. Ik denk dat je dat ding ja, naar binnen moet doen, anders wordt het straks allemaal nat. Ben je ook groene paaltjes erin? Ja. Ja, op zoek naar groene paaltjes dus. Ja. Oh. Grote toren. Niet doodmaken, niet doodmaken. Nee, dat gaan we niet doen. Hey, daar is nog één. Daar is nog één. Oh ja, niet expres doodmaken, hè? Nee, daar is er al één doodgemaakt. Ja. Dat is zielig. Ja, dat wel, maar... Een paaltje is er toch één? Ja. Oké, dan is daar geen. Daar weer één. Ja. En soms doe je dat niet expres, want dan zie je dat niet. Leuk toch? De stem ook, hè? Ja, dat is toch grappig. Als we aankomen, weet je precies waar. Ja. Ja. Ja, maar. Wat is hij nou? Neus dicht? Ja, dat is een rood paaltje? Nou, nee, een groen paaltje. Daar is hij! Maar ja, dat is wel een kabouter, dat klopt. Hier is toch geen? Nee. Jullie moeten ons leiden. We moeten de kabouters volgen, dus. Daarin moeten we. Oh, ja, dan moeten we daarin. Maar als jullie nou een beetje bij elkaar blijven, dan is het toch leuk als je het met elkaar ziet. Haley. Iedereen komt aan de beurt, dus het komt goed. Hierna is Julian, dan doen we dan Chaley en dan jij. Nee, ik. Iedereen. Ik. Hé, hey, Martijn, kom jij ook aan de beurt? Nee, moet het laatst. Nee, dat doen we niet. Kijk. Hebben jullie dat gehoord, jongens? Oké. Ja. Maar dan gaan we gewoon lopen, Haley. Ja. Wat zo is dat. Ja, dat groeit echt. Ongeacht dat het 10 weken de zon is bijvoorbeeld en geregen, groeit het nog. Als het weghaalt, dan is het weer. Wachten op elkaar en op ons. Nou, en nu gaan we met elkaar gaan zoeken. Niet te langzaam lopen. Oh, godverdamme. Wat? Kijk eruit. Oh. Stop.
is echt een deurtje. Nou. Oost-west, thuis-best. De kabouters helpen om snel naar het volgende huisje te kunnen lopen. Teken dan om de dertig stappen met een stok en pijl. Het bospad let op. Zet de pijl in een richting waar je zelf naartoe loopt. Maar dus wat moet je doen? 30 stappen, ja, zit erin. Teken om de 30 stappen met een stok, een pijl, op het bospad. Let dus op. Dat ding is weer dubbel. En wat moet ik doen? Zet de pijl in de richting waar je zelf naartoe loopt. Dus je gaat 30 stappen tellen, iedereen. Ja. En als je dan bij de 30 stappen bent, zet je met een stok zo een pijltje zo. Ja, ja? Dat kan iedereen doen. Oké, we hebben 2. Nou ja, de route volgen, denk ik. Die is dicht. Ik weet het niet. Jullie moeten met z'n vier uitzoeken. En je moet je stappen niet vergeten te tellen. En allemaal een stok pakken. Weet ik niet. Als je bij 30 bent, ga je eens een paaltje zetten. Dat kan iedereen doen. Iedereen kan een stok pakken. Ik heb geen idee waar we heen moeten. Waar? Ik ben bij 26. Oh, nou, nog een paar stappen dus. Moet je hierheen? Ik ben al bij 30. Nou, ja, ga jij eens toch. Dan ga jij een pijl zetten. Pijl. Goed zo. Ik moest er recht door. Pak je ook een stok, Haley? Heeft stokje maar een Haley anders. Ja, of zo een pakken. Een pijl. Oh, daar zie ik alweer een. Die kan dat dus. Haley zet een pijl. Oh, hoeft het niet per se. Als je het leuk vindt, dan kun je het doen. Je moet goed kijken waar de paaltjes zijn, hè? Nou, precies, dan moeten we daar langs. Nou, het ruikt hier wel vreemd, hè? En wie mag nou openmaken? Chili. We gaan met elkaar zoeken. Ja. Niet zo snel als jullie doen. Maar hoe sneller je loopt, hoe eerder je klaar bent. Dat is ook niks aan. Ik kan beter rustig aan doen hoor. Ja, we zijn nog met een. Ja. Volgens mij waren er maar 7 groene paaltjes, toch? 7? Zei jij dat? Dat dacht ik, of ik niet. 7 mutsen. Lekker. Nou, lijkt me niet verstandig dat je daar naar beneden gaat. Zo. Ja, dan val je straks in het water. Ja, heel mooi. Nou, doe je laars uit. Maar houd maar vast. Ja, want anders word je hele sok nat. Lekker. Even wachten, Haley. Stokje of zo. Passen ze nog wel? Ja. Ach ja, voor laars vind ik het niet zo erg. Ach ja, ik heb geen idee jongens hoor, jullie. Ik wil net op vakantie rennen. Mooi is dat, hè? Mag ik zelf een stuk nog even bij ons spelen? Ja, voor mij wel. Mag ik zelf een stuk nog even bij ons spelen? Nee, en ik kan het samen openmaken. Nou, dat is leuk dat jullie dat overlegd hebben zo. Nee, en ik kan het samen openmaken, toch? Nou, dat is goed toch? Als je het maar samen overlegt. Ik ga een stuk weggooien. Dan moet je samen lopen. Tekenen of anders. Tekenen of pesten. Ja, pesten met kaarten of bedoel je iets anders? Ja, pesten met kaarten. Oh. Jij gaat samen vergaderen. Ja. Ik moet er gaan. Ik heb pesten met kaarten. Nee, doe mijn mijn moeder. Maar dat is meer dan de echte. Nee. Groen! Groen! Oh, dus, dat wordt zoeken. Dat is kinderpesten. Ik denk dat we hierheen moeten. Hierheen! Gevonden! Dat is snel. Wij mogen hem openmaken. Hier, is dit zo'n wespending of zo? Nee, allebei! Lijkt wel, hè? Oh, hier ook.
Dat is wel mooi. Ik mag hem. Ja, rustig, rustig. Samen openmaken. Mama. Rustig. Ik, Hey. Wat eten kabouters graag? Denk aan dat kleine zingende vogels leggen. Als je het niet weet, staat het antwoord hieronder. Eieren. Je moet het andersom lezen. Eieren. Kabouters uit de eieren? Nee. Ik denk eerder voor. Dat wordt gevraagd, toch? Wat kabouters eten? Ja. Wie zei eieren? Ik. Zei je dat? Eieren van kleine van zangvogels. Ik weet alleen wat ze daarmee bedoelen. Dat ze dat eten. Gewoon eieren van vogels. Ja, van de zangvogel. Oké, maar dat lijkt me niet echt lekker, want er zit ook een beestje in. Dus. Nee, lijkt me niet lekker. Kijk eens hier. Zang. Jullie, mag ik die door? Jullie. Die door? Kijk, dit is een zangvogel. Ja, weet ik. Lijkt wel zo dit. Hier. Mierennest. Kijk, Ellie. Nee. Wat is dat? Nee. Hier, dat is een zangvogel. Ja, nou, het lijkt mij meer dan een wespennest of zo, of niet? Ja. Zou ik één keer die aantrappen? Nee. Mag je dan niet stuk maken in de natuur? Nee, ik weet het. Dat is wel ja, dit is, dat zal het misschien een paddenstoel zijn, want aan de onderkant is het helemaal dicht. Ja, dat kan ook zo'n zwam. Mama, ja. Je nou nog even pakken? Ja. Nee. Wil water gaan kijken? Ja, kom. Kom, gaan we naar water kijken. Dat ding is zo sterk. Mama, kijk. Weten we niet. Hij is, dus zit vast of zo. Wat is dat? Ik denk... Oh, strandje. Een plas. Een grote plas. Ja, voel maar. Het ziet er wel mooi uit. Ja, ik ben. Ik ben hier zelf wel eens geweest. Mag ik zwemmen? Ja. Nee. Mag ik zwemmen? Nee, dat niet. Maar het is hartstikke warm. Volgens mij hebben hier wel eens mensen in gezwommen hoor. Het is echt zo'n viswater. Maar... Ik vind het wel. Ik wil zwemmen. Nee hoor, ben je gek? Nou, dat niet, maar wel vissen. En dat maakt niet uit, maar... Ik zou het wel zo zijn. Nou, als die krokodillen zouden zwemmen, dan stond ik hier niet op het zand, denk ik. Nou, ik wel. Ik vind het heel mooi. Daar zit ook. Ja, dat zag ik al. Die zijn aan het vissen. Maar niet vissen, hè? Ja. Als die volwassen is, maar niet. Toch? Ja. Hoi! Kan het, hè? Een beetje kort. Dan gaat het zo omhoog natuurlijk kort. Ja, dat is eigenlijk niks. In de winter ook niet. Oh ja. Dan zal na dit paaltje misschien wel weer een groene komen. Oh ja, dat was ook een bankje geweest. En een stukje water. Of niet? Oh, geen strandje. Ja. Vanaf daar leek dat vet ver. Ja. Hoe we daar stonden. En dat is drie van die zandstukken. Ja. Dat heb wel een idee. Ja, om daar even te gaan zitten. Ja. Maar er zijn vast niet veel mensen die daarheen gaan. Nee, we gaan toch wel, ook al heb je een schepje mee, gaan ze wel spelen. Hoor. Ja, daarom. Dat is voeler als in de volle zon. Ja, zeker. Je zit hier beschut, hè? Oh, dat is snel op elkaar. Oh. En twee bankjes op één klein stukje. Oh. Ja, een groene. Wat vinden ze dat ja, snel? Misschien weet je het wel. Ja, dat kan. Ik kan me niet echt meer heugen nu eigenlijk. De eerste keer vond ik het leuk dat ze lang moesten zoeken. Ja. Dan denken ze dat het tempo slaapt. Ja. Nou, ga kijken. Je kan toch niet lezen?
Hoor je hoe stil het is? In het bos hoor je de vogels fluiten? Nee. Zing ja, moet een liedje voor de kabouters. Wie weet komen ze uit hun huisje naar je luisteren. Als je al kunt fluiten, mag je het liedje fluiten. Ik kan niet fluiten? Fluiten. Ik kan zelf niet. Nee, maar als je nou even stil bent. Ik hoor hem. Ja, ik hoor ze ook hoor. Ik hoor ze wel. Oh, dat is een paard. Ik denk, wat is dat dan? Mama, papa. Waarvoor? Dat wil niet, normaal komt het voor jou. Mag ik zing een liedje voor ze. Nou, zing een liedje voor ze. Slaap, vogeltje, slaap. Ja, je bent jarig. Wout, jij bent jarig. Nee, dat zo? Hoe moet we zingen? Ik doe niet mee met zingen. Je zingt gewoon slaap, vogeltje, slaap. Daar buiten loopt de slaap. Vogeltje, geen kindje. Nee, heel goed. Wil je oprollen? Wat was dat gegil? Dat was een paard. Een paard? Die paard die reageerde op ons. Ja. Dop. Dop. Is geen monster. Een paard die ver weg is. Ja. Heel goed. En dan gaat het weer dicht. Nou, de eerstvolgende is het weer gezil van, hè, jongens? Ja. Wij twee. Hij gaat lezen, ik doe het. Helemaal goed. Als je het zelf regelt, is dat ook prima. Zonder oog, mama. Wat is zonder oog? Oh. Zaten die noten in. Ja, denk ze ook. Ja. Nu is het heel van weer. Jullie gaan dat is de vorm in, hè? Dat is ook wel. Wormen. Wormen. Ja. Ja. Zit er heel terug. Lekker. Ik heb nee. Geel. Zit dat er echt nee. In? Nee, dat het niet. Kan wel, hoeft niet. Geel van het paard. Ja. Ja, maar dan... Oh, dit is het woord. Nou, dat is wel lekker, die. Nee, dan gaat het dan niet meer geven, hoor. Nee. Ja, weg de kabouter. Nee, dat is rood. We zijn dicht in de buurt, als het rood is. Zie de rode. Goed zo. We zijn dicht in de buurt. Yes! Wat doet hij? Waar is daar een? Wat doet hij? Weet lopen. Niet. Nee, wat doet hij? Oh. Open! Ja, maar zijn mutsje zit een beetje scheef. En er zijn een kruis op de bol. Kruis? Ja, dat valt. Hey, oh. Mama! Wat is het? Waarom? Ja, dat mag niet. Cola! Cola in, hè? Er is echt cola nog in. Oud? Ja. Hoe kan iemand een flesje cola drinken zonder nog cola in te stoppen? Of dat niet? Ja, ja, er zal wel weer een groene komen. Ja, ja. Ja. Mama, kijk dit. Die grote. Hij weet het echt niet. Zie je? Oh, oh, dat is best wel afstand. Nee. Hier staan van die bokken. Ja. Oh, hier is een paardje. Daar is een paardje. Een paard. Lees maar. Mama. Ja. Hoe oud kunnen kabouters worden? Het antwoord is, ze kunnen wel 5 keer 4 min 4 gedeeld door 4 is. Zet daar 2 nullen achter en je weet hoe oud ze kunnen worden. Nee. 4? 26. 26. En dan 2 nullen. 2600. Ja, dat zou best dan, ja. 2600. 2600. Dat is heel oud. Ja, dat is maar heel oud. Kunnen wij niet eens? Nee. Hey. Maar hebben jullie al een kabouter gezien dan? Nee. Oh. Nee. Tenminste. Wel een kabouterhoed. Dat zie ik al eroveral. Ja. Echt? Ja, dat deed ik tijd al. Ja. Hij heeft zijn hoed verloren. Dat is zo. Als er is zo echt zijn hoed? Ja. Zo. Het is... Dat doet je echt. Dat is een regenhoed.
Ja, maar kabouters zijn klein, hè? Echt heel klein. Kleiner dan mij. Vinger, zo. Ja. Mogen wij zo meteen nog met spelen? Jongens, heb je al ondervoerd? Ja, als die in mijn vinger zitten, zijn ze een beetje te groot. Zijn er nog meer kabouterhoedjes? Ik heb niet. Wij kunnen fluiten. We zijn inmiddels al weg. Kun je erop fluiten? Kun je erop fluiten? Ja, jullie hadden niet. Ja, maar jij fluit met je eigen geluid. Nee, dan moet je met twee duimen erop doen. Zo? Ik kan dat ook niet. Nee, zo. Kan jij dat? Nee. Ik kan het één keer wel. Ja, ik ook. Maar je gaat dan niet het hoedje van die kabouterstuk maken? Mag ik ook, hè? Wat? Zo slaas. Nee, ik heb niet zo'n dingetje. Hier is je huisje. Nee, jij maakt dat ook met je eigen geluid. Ik had een keer... Daar naar beneden, hm? Lijkt me niet. Oh, wel dus. Ja, maar is dat een rode... Oh ja, een rode kabouter. Oh. Ja. Heel ding hangen. Kijk, die doet dat zo. Ja, hij is geschrokken. Hij is geschrokken. Ja. Waardoor? Ja, door jullie. Ik wist dat ik buiten deze pallen leef, hè? Als je niet naar hem kijkt, dan gaan ze bewegen. Oh, nou, dan kijken we maar gauw. Weg, want anders leeft. Anders komen ze straks nog achter ons aan. Oh. Nee, hij blijft. Pollen. Ja, hij kan niet. Pollen? Dus. Oh. Eigenlijk, kabouters bestaan niet in echt. Nee, dat alleen in een nep. Dat denk ik vroeger. Bestonden die vroeger? Ja, die bestaan nog. Ja. Helemaal als ze 60 tot 100 jaar worden. Ja. Jongen, jongen. Die stoppen ze altijd. Helemaal voor kindjes die als op een herrie hebben. Ja, ik weet niet wie aan de beurt is. Oh ja, Julian zeker. Nee, ik denk dat er nog één groen paaltje gaan tegenkomen. Helemaal gek. Ja. Ze zijn erop gefocust. Ik hoop dat het een lange zoektocht wordt voor ze. Nou, zoeken! Waarom vind jij dat zo snel? Dan moeten die dingen beter gaan stoppen. Ja, doe maar. Oh. Ja hoor. Ik vind het prima, jongens. Harder lezen. Ik leer ook kaboutermeisjes. Kabouter is vaak steeds. Julian, even harder lezen en we horen eens. Ik denk zelf eens. Hoe een kaboutermeisje eruit kan zien. Ik denk gewoon een klein kaboutertje met vlechtjes. Met twee vlechtjes en een mooi kaboutermutsje. Ja, en roze. Ja, denk ik ook. Maar we hebben wel een keer op het filter gezien. Ja, precies. Ja, die. Kabouter kwebbel. Ja, kabouter kwebbel. Dat is die met die blauwe. Ja. Nee, kabouter. Is die blauw? Volgens mij niet. Ja, hier is ook een blauw hartje. Zo, we kunnen verder. En een roze. En eigenlijk... Ik de kantje. Eigenlijk is niks aan, hè, hoe snel je het vindt. Ja. Ja, heel lang denk ik. Ook over het zoeken. Ja, tuurlijk. Onder die toilet. En dan zet je twee ogen erop en leek net dat hij een boek. En ik? Is dat weer een groene dan? Nee. Oh. Nou, volgens mij... Oh ja, klein stokje. Nou, rennen.
Hij is moe. En hij lacht. Ja. Nou, dat wordt zoeken dus. Ja, volgens mij achter die boom staan. Ja, deze wist ik ook nog. Oh, er is geen deur. Au. Oh, beter. Oh jee. Nou, wie gaat lezen dan? Maakt mij niks uit wie leest, jongens hoor. Ik ga lezen. Nee, dat kan niet. Stil van moet je. Oh, de kabouter moet. Van kabouters word je vrolijk. Waarom denk je dat grote mensen vaak tuinkabouters in hun tuin hebben staan? Oh ja. Het antwoord moet je andersom lezen. Dat was geen deur. Dat was niet leuk. Omdat dat ze. Bij mij is dat wel zo. Vrolijk. Waar was de deur? Er was geen deur. Omdat ze daar vrolijk van worden. Omdat ze daar vrolijk van worden. Oké, okay, dat is een antwoord. Welk huis is dat? Oh ja. Hier nog heen weer lezen. Ja, ik denk dat we bijna klaar zijn. Ja, ik zag daar ook alweer wat blauws. Bank, ja. Moet je draaien? Ja. Moet er zometeen nog twee? Kant. Is hier nog één? Nee, één. En een spinnen. Nou, als we nog één moeten, dan heeft iedereen even gehad. Dat komt wel goed uit. Maar ik denk het haast niet hoor. En ik zag. En ik had het ook nog. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Maar mogen we alleen met elkaar spelen? Ja. Het is afgelopen. Ja. Mochten jullie niet aan het spelen? Jawel. Wat is dat? Oh, hij is lachen. Chili. Ja, we kijken wel even. Zeg. Je mag nu bij ons spelen. Ja. Nou, dat was het al, jongens. Hier, ze maakt ze er niet eens druk om dat ze nog aan. Ik ga een kistje nog. Maar ik vond die niet zo leuk. Ja. Zoals voor hun leeftijd is eigenlijk. Ja. We doen een dapper mee. Ja, dat is toch leuk. Ja, dit is weer de terugweg. Daar is het zwembad hier. Ja. Heel mooi, heel groot. Zo, dat is op slot. Gaat volgend jaar weer open. Ja. Het is warm, hè? Ja, is hier vlakbij, ja, dat klopt wel. Ja, daarom. Ook wel eens geweest. Ja, dat is ook leuk. Ze hebben ze wel eens een keer gezien, maar niet specifiek of zo. Daar dan? Dat is ook een bos, dat is niks bijzonders verder. Kun je gewoon lopen. Ja, pak ik uit het moment. Ja, als één krijgt de ander ook, hè? Ja.